Het is ontstaan vanuit de praktijk eigenlijk. Toen ik ontdekte dat men overging met het spuiten van grote druppels. Toen heb ik gezegd, nou, dat is paard achter de wagen spannen. Want ze hadden mij geleerd toen ik 14 was dat je met fijne druppels moest spuiten. En toen was de boodschap eigenlijk van een spuitsysteem ontwikkelen waar je met fijne druppels kunt spuiten en toch geen milieubelasting veroorzaakt. En ik heb heel veel zelf gedaan in mijn eigen werkplaats. Alles gevormd, gemaakt, gebogen, afgebroken, in de prullenbak gegooid. Dus dat is wel een heel lang traject geweest wat heel veel geld gekost heeft en heel veel moeite vooral. Ik ben dus wel begonnen met deskundigen in te huren op basis van ZZP-basis, zeg maar. Dus echt puur als ik iemand nodig had voor een bepaald onderdeel, die mensen in te huren, vakmensen in te huren. En ik werk dus nu inmiddels met zo'n man of 10 samen die gewoon die ik in ga schakelen als ik ze nodig heb. Nou, ik heb de wingspringer zo ontwikkeld eigenlijk dat die op bijna elke spuitmachine past. Ja, ik beschouw geen spuitfabrikant als concurrent, maar ik werk er graag mee samen. Want zo'n spuitfabrikant die heeft een heel dealernetwerk, die heeft importeurs. En die hebben mensen op de baan die de spuittechniek kennen, die de wereld kennen, die hun klanten vooral kennen. Dus gesprek aan de keukentafel kunnen voeren. Dat is eigenlijk de enige mogelijkheid om een product wereldwijd op korte termijn toch in de markt te zetten. En dat is ons streven wel. Er zijn heel veel systemen die wel aan de wettelijke eisen voldoen met minimaal 75% driftreductie. Maar goed, ons doel is toch ook die laatste procent of tiende van procenten nog te verminderen. Te kijken wat we daar kunnen doen. Maar ons doel is nu in elk geval de cashflow op gang brengen om dit product te vermarkten. Dit product gaat binnen nu en 5 jaar de wereld over.